staat in de Playboy. Wat gaaf. Ja, nou, dankjewel. Het was echt heel spannend, maar ik ben super blij met het resultaat. Dus ik ben er heel erg trots op. Ja, want hoe ging die fotoshoot? We hebben het gewoon in Nederland gedaan. En in eerste instantie zei de fotograaf al tegen mij van, laten we gelijk maar all the way gaan. Dus doe je kleren maar uit. En toen stond iedereen echt op me te wachten, zo van, ja, wanneer ga je uitkleden? En ik had echt zoiets van, ja, echt serieus? Maar ja, weet je, je hebt ervoor gekozen. Dus naarmate de shoot ging het wel steeds beter. Je went er op een gegeven moment aan. Je vindt het mooie foto's geworden? Ja, ik vind ze vrij heftig. Ik ben er heel erg blij mee, maar naar sommigen durf ik niet helemaal te kijken. Dus daar hou ik mijn hand ervoor of zo. Dat is wel een beetje eng. En ja, hoe gaat je familie daar dan mee om? Laat je dat, Nou, mijn broertje die woont in een heel groot studentenhuis. Dus die heeft het, vandaag is hij dan uitgekomen en die heeft nu al allemaal plaatjes gevonden van mij op zijn bed, zeg maar. Dat hebben die jongens allemaal uitgeknipt, dus die vindt het echt vreselijk dat ik erin sta. En verder vindt mijn familie het gewoon best wel mooi. Dus mijn zus is heel erg blij en mijn zwager ook. Die vindt het ook leuk. Vind ik wel een beetje raar om te horen. Maar nee, iedereen is heel erg positief in de familie. Ja. Krijg je ook veel geld hiervoor? Ik kan daar echt niks over zeggen. Helaas. Nee. Dat mag niet of zo? Nee, dat mag niet. Nee, ik kan daar niks over zeggen. Dat mag niet van het beleid van Playboy of zo? Nee, het is niet de bedoeling dat dat op straat komt te liggen. Dus dat hou ik ook netjes voor me.